Duurzame Dinsdag over plastic deel 3. Maar deze keer wel met een positievere insteek, want als we dan toch voor zoveel afval zorgen met z'n allen, ik noem het nog maar een keer, 300 miljard kilo plastic afval per jaar, waarvan een heel groot deel amper wordt verwerkt of gerecycled en gewoon in de natuur belandt, ja, dan moeten we toch maar eens iets anders gaan bedenken om met dat afval te doen. Wat dacht je van kunst maken met materialen uit je eigen omgeving of van spullen die mensen anders zouden weggooien? Zo hebben collega's Ellen en Saar Box Je Kunst bedacht. Dat is deze hele coole knutselbox waarmee kinderen geprikkeld worden om creatief te zijn. En ze krijgen natuurlijk ook een stukje bewustwording mee. Elke box is gevuld met unieke restmaterialen die Ellen en Saar zelf al verzameld hebben. En dan moet je denken aan stukjes hout, doppen, stukjes vilt of tapijt, oud speelgoed, allerlei supermooie stukjes stof. Maar ook ander afval, bolletjes wol, sponsje, stukjes behang, ander speelgoed. Hier, satéprikkers en ijsjes, stokjes, nou, van alles en nog wat. Zo kun je je kinderen en natuurlijk ook jezelf stimuleren om eens in de eigen omgeving rond te kijken. Wat gooi ik weg wat ik eigenlijk nog prima kan gebruiken? Het uiteindelijke doel van de box is natuurlijk om een heel tof kunstwerk te maken met een persoonlijk verhaal. Nou zijn er verschillende boxen. Je hebt er één waarmee je kunst aan de muur kunt maken. Een box waarmee je een ouderwetse selfie kunt maken, maar dan zonder telefoon en met hout, schaar, stof, papier, lijm en andere frutsels. En dan heb je nog deze mini-architect box. Daarmee kunnen kinderen hun eigen huis ontwerpen en maken. Met karton kun je de box verdelen in verschillende kamers. En met al deze spulletjes kun je dan je huis gaan inrichten. Kijk heel even mee hoe dat precies werkt. De douche. Boven is de slaapkamer. De lamp gaat naast de bank. De kast bij de bank voor de boeken. Ik vind dat dus enig. Ik deed als kind niks anders dan huizen inrichten. Moet je heel even kijken naar deze leuke voorbeeldjes. Wil je deze box winnen voor jezelf of voor je kinderen? Laat dan even weten waarom die jouw kant op moet komen.